Juist in deze onzekere tijden is het belangrijk om elkaar te blijven ontmoeten, te informeren en te inspireren over hoe we het morgen slimmer en beter kunnen doen. Welkom bij de livecast van Pakhuis De Zwijger. Een hele goede avond. Welkom bij Education. Mijn naam is Emin Kesesi en samen met Meesi Yassin inspireren wij jullie wekelijks met allemaal verschillende videocast en livecast om jullie te informeren. Vandaag Education aflevering 4. Ik moet wel zeggen, Yassin, ik ben best wel moe omdat we ook Ramadan hebben. Hoe sta jij met je energie eigenlijk? Ik heb nu eigenlijk weer energie gekregen. Ja, echt? Ja, kijk, dit is niet helemaal mijn onderwerp omdat ik niet veel weet. Dus ik wil me vooral laten informeren en ik hoop geïnspireerd te raken. Want ik moet ook weer terug naar de klas, dus wie weet. Nou, hashtag leven lang leren, zeg ik dan. Precies, precies. Nou, super. Voordat we gaan beginnen, heb ik een paar huishoudelijke mededelingen. En dat is interactie met jullie, kijkers. En dat kan via Zoom. Dus ga naar www.dezwijger.nl en dan naar het programma van vandaag als je via Facebook kijkt. En praat mee met ons en stel je vragen. Want interactie zorgt voor inspiratie en interactie zorgt voor betere communicatie. Dus ik hoop jullie zometeen jullie vragen te mogen ontvangen via Zoom. Ja, dankjewel, Emin. Nou, we hebben ook gasten uitgenodigd via Zoom. We maken even een rondje langs die gasten. En ik ga ze ook vragen zich even kort voor te stellen. En ik doe even in volgorde van wanneer ze in het programma komen. Eerst is Bart Verheggen. Bart, zou ik jezelf kunnen voorstellen en wat je doet? Ja, goeiedag. Mijn naam is Bart Verheggen. Ik geef les aan Amsterdam University College in verschillende vakken op het gebied van klimaatverandering en aardwetenschappen. En daarnaast onderhoud ik een klimaatblog en ik heb net een boek geschreven over klimaatverandering. Yes, Bart, die pakken we zo meteen inderdaad ook bij. Bart, tot zo. Volgende is Pieter Lossie, die is ook in de Zoom. Ja, Pieter dus. Eindexamenkandidaat, maar dan zonder eindexamens helaas. en voorzitter van het Landelijk Actiecomité Scholieren, de scholierenvertegenwoordiger van Nederland. Dankjewel, Pieter. Tot zo. Volgende die we hebben is Wieneke Maris. Praat ook mee via Zoom. Ja, hoi, ik ben Wieneke Maris. Ik ben aardrijkskundelerares op de International School The Hague. Daarnaast ben ik coördinator van de Global Issues Network en Teacher for Climate. Dankjewel. Met een glimlach. En als laatste hebben we natuurlijk Henk Tameling. Praat ook mee via Zoom. Jou zien we ook later in het programma. Kun jij ook even voorstellen? Ja, goedenavond, Henk Tameling inderdaad, oud-docent Nederlands en oud-schoolleider. En sinds mijn pensionering voorzitter van de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs om docenten te faciliteren hele mooie scholingsprogramma's te volgen. Kijk, dat is nou kort en bondig voorgesteld. Dankjewel, Emin. Ja, we hebben altijd een gast in de studio. Ja, we hebben een bijzondere gast in de studio. En het is de enige echte Mark Bode. Een mooie mens, goede collega. Mark Bode is voorzitter van Teachers for Climate. Is een organisatie die is vorig jaar opgericht om meer verduurzaming binnen de curriculum neer te zetten. En hebben ook de landelijke klimaatstaking georganiseerd vorig jaar in Den Haag, waar 35.000 man aanwezig waren. Nou, Mark, welkom. Dankjewel. Ja, leuk om te zijn. Ja, ja, nee, ja. We hebben elkaar toen ook ontmoet. Inspirerende dag. En ik herkende meteen alweer het t-shirt en de goede vibe. En je glimlach natuurlijk. En je positivisme. Nu zitten we natuurlijk wel in een tijd waar alles een beetje... Misschien zijn heel veel negatieve dingen natuurlijk nu tijdens de coronacrisis. Is dit nu het moment om te praten over het onderwijs en de vernieuwing daarbinnen? Ja, we ontkomen er eigenlijk niet aan. Nou ja, daar kan je heel blij mee zijn en dan kan je verdrietig vinden. Kijk, ik merk het aan mijn leerlingen ook. De coronacrisis is een crisis die eigenlijk best wel dichtbij komt. Dus de klimaatcrisis is iets wat eigenlijk ver weg staat. En die coronacrisis die voelen wij gewoon opeens elke dag. En ik had het met leerlingen op school. Die kwamen voor de meivakantie van het laatste examen naar buiten. En ik zeg gewoon, goh, je bent klaar, hè? En ben je geslaagd? Ja, ik ben geslaagd. Ik zeg, hoe ga je het vieren dan? Ja, ik duik gewoon maar weer mijn bed in, want ik mag toch met niemand afspreken. En dus kinderen, het is een crisis die we eigenlijk opeens allemaal heel erg voelen. En we hebben de kredietcrisis gehad. Die bleef toch voor, zeker voor leerlingen, op redelijk op afstand.
De klimaatcrisis, daar hebben we het heel veel over gehad, maar eigenlijk de gevolgen voelen we nog niet zo heel erg. Het is ook, de klimaatcrisis is ook heel lang gepolitiseerd. Hè? Dus in de politiek lag het heel erg gevoelig, met als gevolg dat het ook in de klas, in het klaslokaal taboe werd. Ja. Dat zie je eigenlijk ook vandaag alweer gebeuren. Want ook die coronacrisis die nodigt natuurlijk uit om na te denken van... de manier waarop we leven, de manier waarop wij omgaan met dieren... het feit dat wij alles over de hele wereld, elk seizoen, al het fruit... dat we over, ja, van januari tot en met december kiwis en avocado's willen hebben... de vakanties die we allemaal willen. Dus het zet een vraagteken achter wat we willen. En vandaag zag je ook in de, er was vandaag ook een onderwijsdebat, dat er dan ook toch politici zijn die aangeven van, hey, we willen ook lessen trekken uit die drie crisis, om te kijken of we leerlingen bagage mee kunnen geven om daar iets positiefs mee te doen. En dat dan onmiddellijk ook andere partijen er bovenop duiken en zeggen van, ja, je misbruikt de crisis om eigen idealen door te drukken. En het kwalijke daarvan is dat het in de klas heel moeilijk wordt om op een objectieve manier met kinderen te gaan praten over, hey, maar een kredietcrisis, ons financiële systeem, klopt dat nog wel? Een klimaatcrisis, onze fossiele industrie, onze leefstijl, klopt dat nog wel? Een coronacrisis, globalisering, omgang met dieren, klopt dat nou wel? Dus we hebben een heel mooi huis gebouwd voor onszelf, eigenlijk een hele fijne maatschappij om in te leven. Maar ik denk dat we nog te weinig durven om maar serieus vraagtekens achter te plaatsen en alternatieven te verkennen en ook om dat samen met leerlingen te doen. Ja, dus echt ingaan op de inhoud, wat je zegt van, ze hebben de voordelen van een welvarende maatschappij, maar er mag ook inhoudelijk worden ingegaan op bijvoorbeeld andere crisis die er waren en natuurlijk de klimaatcrisis. Ja. Ja. Nou, je geeft zelf les en je bemoeit je ook met de inhoud, hè? Dus wat er in de klas wordt behandeld, dat gaf je net ook al aan. Jij bent gehoord over curriculum.nu. In menig videocast horen we daar kritiek over. En dan weer, uit alle verschillende hoeken is er wel een mening. Jij was in de Tweede Kamer en geeft volgens jou aan wat er dan mis is eigenlijk. Ja. Stappen te zetten. Ik ben heel blij met curriculum.nu eigenlijk. Eerste waarom ik heel blij ben, een heleboel leerlingen die ervaren het onderwijs totaal niet meer als relevant. Dus die hebben zoiets van, ja, we zitten met een heleboel problemen. Die zien ook een heleboel. Die krijgen op hun appjes gelijk binnen als er een bosbrand is in de Amazone of in Australië. En die hebben zoiets van, ja, helpen, wat moeten we daarmee? En dan komt er weer een filmpje uit over het transgender. En die zitten met hele grote vragen van, ja, maar hoe moet ik nou instaan als leerling? En dan bieden wij in het onderwijs eigenlijk een heel eenzijdig curriculum wat heel erg vastgetimmerd is op heel vastomlijnde eindtermen. Alles moet heel meetbaar, heel toetsbaar. En je ziet opeens dat al die kinderen die gaan werken voor de cijfers, voor de toetsen. En de vraag die ik als eerste in de klas krijg, en dat vind ik doodzonde. Meneer, wat we moeten doen vandaag, is het voor een cijfer en hoe vaak telt het mee? Dus die kinderen zijn ook heel erg op resultaat gericht. Terwijl je eigenlijk wil dat die kinderen de vrijheid hebben, ook naast de basiskennis die ze moeten leren, om zichzelf te ontwikkelen en om de wereld te ontdekken. En om die vragen hardop te stellen van, hey, maar dat klimaatprobleem, wat moet ik daar dan mee? En kan ik daar überhaupt iets mee? Wat ik leuk vind. Nou, ik heb meteen eigenlijk een vraagje, Mark. Het klimaatprobleem, kunnen de leerlingen daar wat mee? Slechte nieuws is, we moeten er wat mee. Kijk, als je een huis bouwt en er komt een aardbeving, dan kan je twee dingen doen. Je kan eigenlijk zeggen,
Ik hield van het huis. Het was zo'n prachtig huis. Ik voelde me erin thuis. Het had alles wat ik wilde. En ik ga dat huis precies zo opnieuw bouwen als het was. En weet je ook van, oh ja, als de volgende aardbeving komt, dan weet je dat het huis ook weer omligt. Want het is namelijk hetzelfde huis. En als je slim bent, dan denk je van, wacht even, als ik een nieuw huis ga bouwen, dan ga ik dus bouwen op zo'n manier dat hij de volgende aardbeving doorstaat. En zeker als je op een gegeven moment erachter komt dat jouw manier van bouwen de oorzaak is van die aardbeving. Wat ik wil zeggen is eigenlijk van, we hebben een maatschappij die aan een heleboel voorwaarden voldoet. Maar we zien ook nu de risico's boven komen. En wij moeten daar iets mee, maar die kinderen die komen straks van school en die moeten er ook wat mee. En op dit moment is het heel lastig, want zoals ik al zei, van in het onderwijs is het eigenlijk nog geen worden die lessen uit al die crisis nog niet meegenomen. Het huidige curriculum dateert uit 2007, geloof ik. Dat is van voor de kredietcrisis. Kinderen die moeten wat mee veranderen. Ze hebben kennis nodig. Daar wilde ik naartoe. Omdat ze het in het onderwijs niet krijgen, moeten ze die kennis nu van internet halen. En op internet, de filmpjes die we daar zien, die zijn heel veel gemaakt met politieke motieven, commerciële motieven, persoonlijke motieven. Die berusten niet op wetenschappelijke kennis. En omdat wij ze ook die kennis niet geven, hebben de kinderen ook niet de bagage om op internet de zin en onzin van elkaar te onderscheiden. En er komt nog iets bij, en dat zie je dus ook weer in zo'n onderwijsdebat, dat het heel erg radicaal is. Dus je hebt eigenlijk een klimaatbeweging aan de ene kant die zegt van, de wereld gaat ten onder. En aan de andere kant heb je populistische bewegingen die zeggen van, het hele klimaatprobleem is onzin. En eigenlijk is er niks tussen. En ik vind het de taak van het onderwijs om op een wetenschappelijke, apolitieke manier, en dat wil ik echt benadrukken hier weer, de feiten over te dragen aan kinderen en ze de bagage mee te geven om dat midden te gaan verkennen. Van, hé, welke keuzes hebben we? Welke mogelijkheden zijn er? En wat zijn die wetenschappelijke feiten? Ach, zoals je bij elk vak zou moeten doen. Ja. Ja. Maar en even kort dan terugkomend op je clipje. Daar zie je binnen de verandering in het curriculum, zie je er wel ruimte voor. Nu. Ja, ik zie, er is een heleboel ruimte. Want mits we ze de juiste kennis geven. Ja. Dus, maar dat komt eigenlijk op de persoon zelf, op de docent zelf. Het ligt nu heel erg bij de docent zelf. Ja. En wat je nu ziet gebeuren is dat er ook wel projectmatig op duurzaamheid gewerkt wordt. En soms gebeurt het weer even te veel. En dan zie je kinderen denken van, oh nee, we hebben weer een klimaatles. Oh, daar gaan we weer, weet je wel. Ja. Terwijl duurzaamheid is iets wat, de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties, die gaan over armoede, die gaan over armoedebestrijding, over gezondheidszorg, over een duurzame economie, over energietransitie. Die bestrijken gewoon alle vakken. En het moet eigenlijk niet een apart onderdeel zijn. Het moet gewoon een onderliggende waarde zijn binnen het onderwijs. Dus elke docent moet zich daarmee bezighouden en moet eigenlijk ook de tijd krijgen om zich daarmee bezig te houden. Ja, en te ontwikkelen. Ja. Iets wat je daarvoor kan gebruiken, iemand die ingaat op die objectieve kennis, Bart Verheggen. Bart Verheggen praat mee via de Zoom. Klimaatwetenschapper, docent aan de Amsterdam University College en ook auteur van dit boek. Wat zou iedereen moeten weten over de klimaatveranderingen? Waarbij je eigenlijk op een heldere manier uiteenzet wat we zouden moeten weten. Dus misschien inderdaad de film is waar Mark het net over had. Weet je, waar misschien de misvattingen in voorkomen. Of misschien de filmpjes waar klinkklare leugens misschien worden voorgeschoten aan kinderen. Die hoop jij te ontkrachten, denk ik. Wat zouden mensen volgens jou moeten weten? Nou, dat zijn eigenlijk een aantal dingen. Ik wil ook even inhaken op wat Mark net zei. Want het onderwerp is heel erg gepolitiseerd, klimaatverandering. Maar die CO2-moleculen die zijn natuurlijk heel erg apolitiek. Die zijn helemaal niet links of rechts. Die absorberen gewoon infrarode straling. En die objectieve werkelijkheid die daaronder ligt, die is volgens mij heel belangrijk om over het voetlicht te brengen. Nou, er wordt al heel lang onderzoek gedaan naar klimaatverandering natuurlijk. En een aantal zaken daarover, die weet de wetenschap vrij zeker. En dat is eigenlijk, het warmt op.
Dat komt door de mens. De gevolgen zijn verrijkend. Maar er zijn zeker ook dingen die we kunnen doen om die risico's te beperken. Nou, dit zijn eigenlijk een aantal hoofdfeiten hierover. En er zijn er natuurlijk nog een heleboel. Maar naast die feiten is het volgens mij ook heel belangrijk dat mensen weten hoe we dat dan weten. He, van hoe is die kennis tot stand gekomen? Hoe weten we nou dat het niet aan de zon ligt bijvoorbeeld? Ja, dan kun je zeggen van nou, daar hebben we naar gekeken. En die zon die verandert niet echt in sterkte. He, dus het is belangrijk om ook te weten hoe die kennis tot stand is gekomen. En volgens mij is dat belangrijk, want die kennisbasis die is toch heel belangrijk voor een maatschappelijke discussie hierover. Dit is een thema wat niet weggaat. Dit zal ook voor de leerlingen nu, zal dit hun hele leven lang, zal dit een belangrijk onderwerp blijven. Dan is het ook goed om daar wat vanaf te weten en om je meningsvorming ook echt op feitelijke inzichten, op wetenschappelijke inzichten te baseren. Ja. Ja, als het gaat om wetenschappelijke kennis. Ik zit natuurlijk zelf ook vaak op internet, Bart. En ik zat een podcast te luisteren. Daarin zag ik, of las ik, hoorde ik dat Apple nummer 1 vervuiler dan is. En dan ga ik dat even opzoeken. Blijkt dat weer niet zo te zijn. En dan zie ik weer andere bedrijven. Dan zie ik eigenlijk heel veel feiten op me afkomen. Wat moet volgens jou, wat moeten scholieren daarover leren? Als het gaat over deze kennis. Nou, naast die zaken die ik net aangaf en ook dus met name van ja, hoe werkt wetenschap, hoe komt die kennis nou eigenlijk tot stand? Hè? Want het gaat er niet om dat je iemand gelooft puur en alleen omdat die persoon een wetenschapper is. Nee, je wil liefst ook begrijpen waar die kennis op is gestoeld en waarom is die wetenschappelijke kennis waardevol. En daarnaast, juist omdat op internet zoveel misinformatie hierover te vinden is, is het ook heel belangrijk om leerlingen de bagage mee te geven om in die informatiejungle te kunnen uitmaken van ja, wat klopt hier nou wel en wat klopt hier nou niet? Is die redenering wel logisch en consistent? En om dan een voorbeeld te geven, er wordt natuurlijk heel vaak gezegd, het klimaat is altijd al veranderd. Hè, dus hoezo ligt het nu ineens aan de mens? Maar dan kun je gaan kijken van ja, het klimaat is inderdaad altijd al veranderd in het verre verleden. En toen waren er nog geen mensen. Maar we weten wel dat ook in het verleden CO2 juist vaak heel belangrijk was in die klimaatverandering. En daarnaast is het natuurlijk ook zo, het feit dat het vroeger niet aan de mens lag, is geen reden om te denken dat het nu dus ook niet aan de mens zou kunnen liggen. Want dan kun je een vergelijking maken. Bosbranden komen ook van nature voor. Maar dan kan natuurlijk iemand kan niet zeggen, ja, die bosbrand die heb ik niet aangestoken hoor, want bosbranden kwamen altijd van nature voor. Nee, dat argument dat is niet logisch consistent. In een rechtszaal zou je daar niet mee wegkomen. En het is belangrijk om dergelijke drogredeneringen, wat het eigenlijk zijn, om die te leren doorprikken. En dat is niet alleen op het gebied van klimaat, ook nu met die coronacrisis zien we ook een heleboel misinformatie. En je ziet zelfs dat dezelfde mensen die zich tegen de klimaatverandering en tegen de klimaatwetenschap, die zich daarvan afkeren, die daar heel erg afwijzend tegenover staan, veel van diezelfde mensen zijn nu de coronacrisis aan het bagatelliseren of aan het ontkennen met dezelfde type drogredenering. Dus dit is nou typisch een transferable skill, zou je kunnen zeggen, wat belangrijk is voor leerlingen en mensen in het algemeen om toch iets van te weten. Ja. Bart, jouw boek, in ieder geval waar we het net over hadden, eigenlijk zou iedere docent eigenlijk de kennis moeten hebben over klimaatverandering en zou dit een mooi handboek kunnen zijn. Want ik denk zeker dat docenten, wat Mark net al zei, dat die een soort van key element zijn om een soort van translatie naar de leerlingen te maken. Bart, dankjewel. We komen zo meteen nog even bij jou terug. Voor nu bedankt voor het beantwoorden van onze vragen. Amen. Nou, over boeken gesproken. Mark, jij hebt ook een boek geschreven. Vogelkinderen is een young adult roman voor kinderen van tussen 12 en 15 jaar. Het speelt zich af in 2143. En ja. je bent ook een kunstdocent. Ja, ja, ja. En jij pleit als kunstdocent ook voor zulke scenario's. Dus. Ik moet even quoten, want ik was vandaag in de wachtkamer.
Ik las een stukje over koning Arthur en toen moest ik denken aan zijn boek. Echt? Want hij heeft het ook gebruikt, inderdaad. En vooral van wat ik heel vet vind, is het bekijken vanuit verschillende perspectieven. Terugreizen in de tijd, verschillende perspectieven. Ik wil niks van je antwoord stelen, maar Ewin, maak je vraag af. Als je... Ja, dus jij pleit dus als kunstdocent ook voor zulke scenario's wat Bart heeft gezegd. Nou ja, het is heel belangrijk om dat je in verbanden gaat leren denken. Kijk, creativiteit, ja, ik ben dramadocent, op school ook voorzitter van de kunstsectie en wij pakken een heleboel maatschappelijke onderwerpen mee. Even dat boek. Het was super leerzaam voor mij, want ik dacht van er zijn zoveel doemscenario's over de toekomst en voor je het weet. Als je daarin gaat geloven, dan wordt het een soort self-fulfilling prophecy. Dus ik wilde heel graag kinderen laten zien van... hé, maar wacht eventjes, de wereld die kan er heel anders uitzien... op het moment dat we andere keuzes gaan maken. Dus ik ben me daarin gaan verdiepen, zeg maar. Ik ben dat gaan uitzoeken van, oh ja, maar wat is nou belangrijk voor mij? Nou ja, dan kan ik, Yassine, wat is belangrijk? Wat is nou het allerbelangrijkste in jouw leven? Ja, familie, gezin, mensen om je heen, ja. Gezondheid. Ja, en dat is heel grappig, hè, dat zien we ook met die coronacrisis juist nu helemaal terugkomen. Maar ik kwam er dus tijdens dat boek ook op uit van, ja, iedereen wil gewoon gelukkig zijn eigenlijk. En toen dacht ik, ja, maar wat houdt dat nou in? En daar wordt ook al wereldwijd over nagedacht. Er zijn zelfs landen die hebben ook het bruto nationaal geluk. En toen ben ik gaan kijken, kan ik dan een maatschappij bouwen waar dat geluk centraal staat? Dus ik ben al begonnen met het introduceren van een ministerie van geluk. Om eens te kijken van, je kan er natuurlijk ook beleid op maken. Dus geluk is sowieso dat je natuurlijk te eten hebt en dat je gezond bent. Maar het betekent ook dat je een rijke vriendenkring hebt, een sociaal vangnet om je heen. Dat je een mooie leefomgeving hebt. Voor veel mensen speelt natuur daarin ook een grote rol. En ik kwam toen op een gegeven moment uit bij... Oh, maar wacht even dan. Hey, die bedrijven, nu zie je dan bij een booking.com... dat een heleboel geld wordt weggehaald en dat wordt weggesluist naar aandeelhouders. En ze kopen eigen aandelen op en nu houden ze een handje op. En in mijn boek had ik al bedacht van... die bedrijven moeten gewoon eigendom zijn van de mensen die er werken. Dus je hebt gewoon een aandeel in het bedrijf zolang je er werkt. En als je naar een ander bedrijf gaat, dan krijg je een ander aandeel. Ik heb mensen hebben manier ontdekt om te gaan leren communiceren met dieren. Ja, wij zijn heel erg bezig met hoe kunnen we communiceren met aliens? Nou, aliens, we kennen ze nog niet. We weten niet eens of ze er zijn. Er gaat een heleboel geld naar dat onderzoek toe. En ik denk, waarom concentreren we ons niet op het communiceren met de wezens op onze eigen planeet? Dus dat heb ik uitgewerkt in dat boek. En dan merk je wel van, oh ja, het is heel belangrijk dat je in verbanden moet gaan leren denken. En kinderen moeten ook gaan leren van, wacht even, die fossiele industrie, die heeft ons een heleboel welvaart opgeleverd en een heleboel mobiliteit. Maar het brengt nu ook onze voedselvoorziening in gevaar. We zien dat sommige gebieden uitdrogen, andere overstromen. En alles heeft met alles te maken. Dat zie je ook met die coronacrisis. Dat virus waait over uit China. Dat heeft te maken met onze mobiliteit, de manier waarop we omgaan met dieren. We moeten nu binnen blijven. Mijn dochter woont in Maastricht. Die zie ik nu bijna niet, weet je wel. Dus alles heeft met alles te maken. En het positieve is dat we kinderen dus kunnen leren om aan de knoppen te gaan draaien. Maar dat kan alleen als ze zien hoe al die verbanden zitten. Dus je moet je moet op een systematische manier gaan leren denken. Ja. En dan kun je ze ook een rol geven in de vraagstukken van deze tijd. Misschien als Merlijn de tovenaar terug konden gaan in de tijd. Ja. Dan zouden ze die verbanden eerder zien natuurlijk. Dan hebben ze misschien een vooruitzicht gehad. Ja. Maar dat kunnen ze wel schetsen inderdaad. Dat kunnen ze schetsen. En dat kan je op school kun je ze leren. Op school kun je ze leren om die verbanden aan te brengen. Ja. Ja. Als Mark, even een kort vraagje. Ja. Spontaan. Kan jouw boek ook gebruikt worden tijdens de lessen? Ja, bij mij. Ja. Er zijn scholen die hebben het gebruikt als...
gecombineerde lessen Nederlands, maatschappijleer, aardrijkskunde. Ja. Dus ja, dat was superleuk om te zien hoor. Eigenlijk komen al die elementen inderdaad in terug. Ja. Het gaat om de natuur. Ja. Ja. We hebben Pieter Lossie ook in de Zoom die vandaag mee praat. Die hebben we leren kennen als een van de kartrekkers van Youth for Climate. Inmiddels is hij voorzitter van Landelijk Actiecomité Scholieren. En ook nauw betrokken over onderwerpen wat we net besproken hadden, curriculumpunt nu. Pieter, welkom. Dankjewel. Wat vond jij van het statement van Mark over het curriculumpunt nu? Ben je het daarmee eens? Ja, feit is dat heel veel leerlingen aangeven dat hun onderwijs op het moment te weinig betekenis heeft. Wij hebben daar onderzoek naar laten doen en daaruit bleek dat zo'n 20% van de scholieren aangeeft dat zij de lessen en de lesstof niet als zinvol zouden beoordelen. En dat is best wel schokkend. Als je kijkt naar het voortgezet onderwijs, dan is dat zo'n een groep van 200.000 leerlingen die dagelijks naar school gaat met superveel goede ideeën, energie en tijd, terwijl dat eigenlijk zo erg verspild wordt. En dat terwijl het zoveel beter kan, leerlingen veel meer mee laten praten over de vakinhoud. Vakinhoud veel meer laten afstemmen op de belevingswereld van leerlingen, maar het ook dynamischer maken. Dus dat er bijvoorbeeld dus ruimte is nu met deze coronacrisis om daar ook aandacht aan te besteden in plaats van dat alles al in beton gegoten is. En ik denk zeker dat curriculum.nu nu daar mogelijkheden toe zou kunnen bieden. Voor de uitzending hoorde je al even spreken over contact, onder andere met Arie Slob. Hoe gaat het? Hoe moet ik dat voor me zien, jouw rol, zeg maar, jouw contact? Ja, tegenwoordig gaat dat digitaal, dus niet meer fysiek. Maar ik vind het wel een verademing om te zien dat ook minister Slob tijdens de besluiten die genomen zijn over bijvoorbeeld eindexaminering niet door laten gaan, echt heel veel waarde heeft gehecht aan de stem van leerlingen. Ik heb regelmatig persoonlijk ook met minister Slob aan de lijn gehangen om zaken te bespreken. En volgens mij is dit iets wat we veel meer ook gewoon in onderwijsland moeten doen. Volgens mij weten leerlingen als eindgebruikers heel goed wat wel en niet werkt. Dus kun je vanuit de beleidstafel heel veel gaan voorschrijven en bedenken. Maar als je gewoon leerlingen ook in ieder geval laat meedoen aan het proces van besluitvorming van input, dan komen daar volgens mij heel veel waardevolle ideeën uit. Piet, je hebt net ook meegeluisterd natuurlijk met Bart. En die sprak eigenlijk direct ook over jou. Wat moet er volgens jou gebeuren op school? We hadden natuurlijk over de feitenkansen, het scheiden van datgene wat waar is en niet waar is. Hoe kijk jij daar tegen? Wat er op school moet gebeuren dan? Ja, we weten uit internationaal onderzoek dat de burgerschapscompetenties van leerlingen internationaal gezien echt ondermaat zijn. En tegelijkertijd is het digitale onderwijs qua vakinhoud ook echt niet op peil, de digitale geletterdheid. Het is ontzettend belangrijk in deze maatschappij waarin data inderdaad bijna het nieuwe goud is geworden om leerlingen kritisch te kunnen laten denken, naar bronnen te kunnen laten kijken, omdat die uiteindelijk ook het functioneren van de rechtsstaat en van de democratie bepalen. Maar daarin niet alleen de feitelijke kennis over middelen, over hardware, over software, over programmeren, maar ook dus echt dat digitale burgerschap. Dus wat is de waarde of juist het gevaar van verdere digitalisering in deze samenleving, maar ook hoe gaan we om met privacy-vraagstukken anno nu? Zeker met bijvoorbeeld deze crisis als we het hebben over de corona-app. Dus volgens mij doen er allerlei interessante casussen voor waar leerlingen heel goed onderwijs over zouden kunnen krijgen. Ja, Mark, hoe belangrijk zijn dit soort reacties van de jongeren in datgene wat je doet? Ja, super belangrijk. Ja, want Pieter, ik ben een groot fan van je. Ja. Pieter heeft ook een hele mooie rol gespeeld, ook in curriculum.nu, waar eigenlijk het hele onderwijsveld over elkaar heen buitelt. En ook de reacties, er zijn docenten die hebben hemelbestormende ideeën. Gelukkig, en die zetten dat ook al in de klas in gang. Maar ook docenten en vakbonden juist, die alles bij het oude willen houden. En heel erg bang zijn voor de werkdruk. En Pieter, de scholieren, die roepen nog eventjes van, hey, het draait om ons. Niet om de docenten en niet om scholen. Het draait om, wij moeten
het onderwijs moet om ons draaien. Dus ik ben heel blij dat scholieren meedenken. Was ik nou benieuwd naar, Pieter. Want jij hebt bij Curriculum.nu een heel sterk pleidooi gehouden dat scholieren mee moeten praten over de inhoud van het onderwijs op verschillende niveaus, dus in politiek zowel als op school. Hoe zien jullie dat voor je? Ja, het interessante is dat we nu hebben gezien bij Curriculum.nu dat daar leerlingen heel erg goed vertegenwoordigd waren. Bijvoorbeeld bij ontwikkelscholen, maar ook door LAX in de coördinatiegroep. En dat eigenlijk alle curriculumbedenkers later hebben aangegeven dat ze het ontzettend belangrijk en waardevol hebben geacht dat leerlingen input hebben gegeven. En we weten ook dat de burgerschapscompetenties van leerlingen toenemen. Daar is onderzoek naar gedaan. Op het moment dat zij mede invulling geven aan het curriculum. Dus wat je bijvoorbeeld kan doen is dat je in de ochtend in de klas komt en zegt, nou jongens, we hebben 1 uurtje vrije tijd of vrije les. Gaan jullie maar als klas onderhandelen over waar jullie dan les over zouden willen hebben. En dan ze inderdaad gezamenlijk laten bepalen wat voor hen betekenis heeft om er vervolgens onderwijs uit voor te laten komen. Ja. Ja, betrokkenheid vergroot gewoon de motivatie. Ja. Zeker omdat datgene wat belangrijk is om te leren inderdaad. Amy, als mensen vragen hebben, kunnen ze dat insturen? Ja, zeker. En ik zie dat er heel veel mensen kijken via Facebook. En mocht je vragen hebben, ga alsjeblieft naar www.dezwijger.nl. En kijk naar het programma van vandaag. En klik op Praat mee via Zoom en stel je vragen. En we zijn er hier en ook jij kan een bijdrage leveren. Ja, en er kunnen vragen voor alle gasten zijn, of het dan via de Zoom is of in de studio. Mark, ja. We hebben nog iemand in de Zoom. En jij hebt gevraagd of je die mocht aankondigen. Ja. Dat mag bij deze. Dankjewel, dat is Wieneke Maris. En Wieneke is een van de docenten die actief is bij Teachers for Climate. En een heel inspirerende vrouw en docent. Zij is docent aardrijkskunde op de International School in Den Haag. Ook actief in het Global Issues Netwerk, waar ze leerlingen eigenlijk betrekt bij maatschappelijke problemen. Dus ja, projecten binnen worden met partijen buitenschool opgezet. En juist ook in het systeem op de International School geven leerlingen ook zelf aan af en toe wat ze willen leren. Dus ja, het is iemand die je moet leren kennen. Bij deze. Dus ik ben zo blij dat je hier bent, Wieneke, echt. Ja, we hebben een filmpje van jou, Wieneke. En dan komen we zo meteen bij je terug voor de eerste vraag. Hoi, ik ben Wieneke van de International School De Heek. En wij zijn bezig met energie besparen en duurzame energie opwekken. Hier hebben we de zonnepanelen. En die maken samen 6% van alle elektriciteit die we gebruiken. Dit is het display waar je kan zien hoeveel stroom onze zonnecellen opwekken op het moment. En dit is dan ook de CO2 die niet is uitgestoten door de zonnepanelen. 300.015 kilogram CO2 minder. Dit zijn ledlichten en die zijn niet aan, want er is een sensor die zegt dat er genoeg licht is. Dus ook hier besparen we energie. Dit doen wij. En wat doe jij? Wieneke Maris, dank je wel. Leuk filmpje. Dank je wel. Welkom. Ik was natuurlijk ook bij de klimaatstaking. En mijn eerste vraag, ja, jij werkt met dezelfde doelgroep als ik. En ik zag ze daar heel erg gemotiveerd en echt begaan met het klimaat. Moet ik dan echt zien dat het echt zo is? Spelen ze dat mee omdat ze misschien die dag kunnen staken en dat ze niet naar school hoeven? Of zijn ze daar echt heel erg bij betrokken en bijvoorbeeld geëmotioneerd over? Hoe moet ik dat zien? Of tenminste, hoe zie jij dat op school? Ja, het doet leerlingen wel degelijk wat. Ik geef dus inderdaad aardrijkskunde en daar zijn best veel zware onderwerpen, waaronder natuurlijk de klimaatcrisis. En als we daarmee bezig zijn, vraag ik ook altijd, wat denk je hiervan? Maar ook, wat voel je hierbij? En leerlingen geven ook echt aan van, ja, het maakt me verdrietig. Of het maakt me boos. Of ik voel me machteloos. En dit vind ik als leraar een heel moeilijk gegeven. Want ik wil niet onderwijs geven en de wetenschap van dit probleem is er. Dit beïnvloedt jouw leven en dit gaat jouw toekomst enorm bepalen. En het daarbij te laten. Ik ben echt op zoek naar een manier om leerlingen daar ook emotioneel bij te begeleiden. En daarmee om te kunnen laten gaan. Ja. Jij gaat met jouw programma Global Issues Network, als je dat gaat inpassen in het curriculum, gaan jullie dus eigenlijk gaan jullie bezig zijn met die duurzame projecten. Stel je implementeert dat op school. Is dat de oplossing die we ze kunnen geven?
Dus waardoor zij datgene wat ze misschien eerder schetsen van oké, dat vind ik best wel erg dat dat gebeurt, gaan ze dan wel weer de toekomst weer een beetje positief in? Hebben ze het gevoel dat ze invloed kunnen hebben bijvoorbeeld? Ja, er zijn dus twee dingen waarmee ik bezig ben om het te proberen leerlingen te inspireren en niet te deprimeren over onderwerpen zoals de klimaatcrisis. Eén ding die we doen is het leerlingen vragen om echte oplossingen te bedenken voor echte problemen, zoals het klimaatprobleem. Dat doen we bijvoorbeeld door de Sustainability Challenge, waar leerlingen plannen maken om onze school duurzamer te maken en op den duur klimaatneutraal. En die plannen presenteren zij aan het schoolbestuur. Die kiest dan het winnende plan waar zij heil in zien. En dan is het idee ook dat dat echt wordt geïmplementeerd. En er komen hele mooie dingen uit. Daarnaast coördineer ik ook het Global Issues Network. En dat is een extra curriculair programma waar leerlingen zelf op het gebied van wereldproblemen die zij belangrijk vinden, projecten opzetten. Dus het is leerling gestuurd. Ze worden begeleid door docenten om actie te ondernemen. En het mooie daar is, dus ook wat Pieter zegt, is leerlingen krijgen zelf de keuze van wat vind jij nou belangrijk? Waar ben jij mee bezig? En hoe zie jij dat dit zou kunnen worden opgelost? En wat heel erg succesvol werkt daar is om leerlingen in contact te brengen met organisaties buiten de school. En om antwoord te geven op jouw vraag, zien ze daardoor de toekomst rooskleuriger? Ja, die toekomst op zich is daardoor nog niet rooskleuriger, maar wat ze wel zien is, één, ik ben niet alleen iemand die me daar zorgen over maakt. Ik ben niet de enige. Er zijn ook mensen mee bezig om een oplossing te bedenken. En ik kan ook iets doen. En dat is volgens mij heel erg belangrijk. Dat haakt ook aan bij wat Bart zegt over transferable skills. Als je zelf, eerst doen leerlingen onderzoek van nou, wat is er echt aan de hand? Wat zijn de oorzaken? Wat zou er kunnen gebeuren? En vervolgens zetten ze dat in groepsverband op. En dat zijn natuurlijk hele belangrijke skills voor later. Dat je leert samenwerken, dat je leert projecten opzetten. En nou, ik hoop in ieder geval dat dat, hoewel het de toekomst er nog niet mooier uit laat zien, dat het in ieder geval makkelijker maakt om ermee om te gaan. En hopelijk ook de burgerschaps, zoals Pieter dat zegt, ook dat de actieve burgers creëert in leerlingen. Ja, eigenlijk is dat de eerste taak voor het onderwijs volgens mij, verantwoorde burgers afleveren zodra ze klaar zijn met school. Alleen dan komt inderdaad ditgene wat jij nu schetst, ken ik bijvoorbeeld niet. Het is niet bij mij op school. Dus ik vind in ieder geval hartstikke mooi werk wat je levert. Want inderdaad, weet je, als ik zo hoor over die skills, zijn die absoluut nodig. Als dat ons ideaal is inderdaad. Als we leerlingen willen klaarstomen om verantwoorde burgers te zijn, voor de wereld te kunnen zorgen. Mark, jouw reacties op de verhalen. Pieter, heb je natuurlijk al even kort toegelicht op het verhaal van misschien allereerst van Wiedeke. Ja, ik vind het super wat Wieneke doet. En Wieneke, wat ik enorm leuk vind, is dat ook in haar lessen regelmatig aan leerlingen wordt gevraagd. Ze krijgen een soort basiskennis. En dan vragen jullie eigenlijk van, oké, maar waar zou je in willen specialiseren? Dus de leerlingen hebben ook wel degelijk invloed op het lesprogramma. En dat is ook noodzakelijk, want kinderen voelen gewoon dat het programma niet relevant is. En daar komt ook zo'n jongere klimaatbeweging uit voort. Die zeggen van, hey, wacht eventjes. Er gaat iets mis en de volwassenen trekken, die sturen niet bij. En je ziet dus dat scholieren er zelf aan de touwtjes willen gaan trekken. En hetzelfde met het LAX. Ik vind het heel goed dat scholieren eigenlijk ingrijpen en zeggen van, hey, maar het onderwijs voldoet niet aan wat wij willen leren en moeten leren. He, want ze zien gewoon dat het huidige onderwijs op individuele docenten, zoals Wieneke, nou, het zijn een heleboel docenten die individueel echt heel veel werk doen. Ja. Maar structureel blijft het uit. En zijn er de faciliteiten niet voor. En leerlingen, het is natuurlijk eigenlijk schandalig dat scholieren nu het initiatief bijna gaan nemen om het onderwijscurriculum te hervormen. Ja. Dat het nodig is. Wij zouden de scholieren moeten verrassen, snap je? Zit het in de werkdruk die wij al hebben? Omdat we natuurlijk, als het gaat om budgetteren, moeten we dat doen. Als het gaat om seksualiteit, moeten we het uitleggen. Ja. Omdat we heel veel moeten uitleggen. Zit het hem daarin, denk je? Ja. Ja, er zit natuurlijk een heel groot gat in. Maar dat heeft alles te maken met de visie die je op onderwijs hebt. Kijk, kinderen die nu naar school gaan, een kleuter die nu naar school gaat, die komt in 2040
van school af. Ja. Dat betekent dat eigenlijk wij nu al moeten weten van welke skills hebben leerlingen nodig in 2040. En hoe leren wij ze dat vandaag op de kleuterschool? Hoe maken we daar nu al een begin mee? En als je dat wilt doen, dan zul je docenten de ruimte en de tijd moeten geven. Docenten zijn experts op hun vakgebied. Mm. Het zijn wetenschappers. Het zijn mensen die universitair geschoold zijn, die hbo geschoold zijn. En die dus ook net als grote bedrijven doen. Hè, een ingenieursbureau als Arcadis, die bouwen stations. En die stations die komen in 2040 klaar. Die moeten tot 2080 mee. Dus die hebben gewoon toekomstscenario's liggen van waarschijnlijk gaat dit gebeuren en als dat niet gebeurt, waarschijnlijk dat. En die ontwerpen worden daar nu al in meegenomen. Mm. En dat moet in het onderwijs ook gewoon gebeuren. Ja. Dus wij moeten nu eigenlijk een beeld hebben van de skills die de kinderen in 2040 nodig hebben. En het onderwijs van nu moet daar op ingericht worden. En docenten zijn de experts die dat kunnen en moeten doen. En wat je nu ziet is dat er heel veel nadruk ligt op pedagogische vernieuwing en didactische vernieuwing. En dat er eigenlijk heel weinig oog en faciliteiten zijn om het onderwijs inhoudelijk te vernieuwen. Ja. En daar wil ik echt een keihard pleidooi voor houden. Geef docenten als Wieneke de ruimte. En via teachers zijn er een heleboel docenten die dus laten zien wat ze al doen in de klas. Ja. Want er gebeurt echt een heleboel. Hè. Het is niet zo dat het onderwijs is een onwijs leuk speelveld. En teachers is wat dat betreft het is zo mooi, omdat je zoveel, net als meesters met dromen. Dat zijn twee organisaties van docenten die eigenlijk willen. En die vooruit willen en die idealen hebben en die bij elkaar kruipen. Dus ja, als er ook maar één oproep gedaan mag worden vandaag, is aan alle docenten die iets willen, jongens, kom bij meesters met dromen. Ja. Volgens mij zit dat teachers in elke docent. Ja dat zit in elke docent. Docenten willen echt. Ja. Die willen echt. Ja. Amen. Ja, ik heb een opmerking en een vraag. Opmerking is van best wel een bekende persoon. Lammert van Raan, Kamerlid van Partij voor de Dieren. En die zegt, het is fijn om jullie in actie te zien. Dat is een compliment. Is een compliment. En er is een vraag van Anne-Marije aan Pieter. Als ik Pieter even in de uitzending kan. Ja, ja. Pieter. Ja. Een vraag van Anne-Marije aan jou is, wat is jouw verwachting van integrale duurzaamheid, dus van het curriculum.nu, als prioriteit voor minister Slob? Is de huidige COVID-19-crisis juist een now more than ever aanleiding om duurzaamheid te borgen? Ja, ik denk dat dit eigenlijk wel aansluit op wat Mark Bode eerder zei, dat we de klimaatcrisis is natuurlijk iets op de lange termijn. Dat we nu de coronacrisis, daarvan ervaren we echt de gevolgen vandaag de dag. En ik denk daarom ook dat iedereen zal erkennen dat het onderwijs niet achter kan blijven met meer lessen geven over bijvoorbeeld deze pandemie, over bijvoorbeeld de wijze waarop we leven met elkaar. En onontkomelijk daarbij is dat je dan ook al die andere crisissen, waar we ook vandaag de dag en in de toekomst mee te maken hebben, gaan integreren in het curriculum. Dus in die zin verwacht ik dat er een aantal overstijgende thema's als burgerschap, duurzaamheid, gezondheid en welzijn, digitale geletterdheid en deze coronacrisis echt fundamenteel worden voor het onderwijs van de toekomst. En dat ook minister Slob dat heel goed op zijn netvlies heeft staan na deze crisis. Ja, helder. Ja, ik ben benieuwd, want ik hoorde net iemand van de Partij van de Dieren reageren. Als ik even een vraag mag stellen aan Bart. Bart Verges doet ook mee in Zoom. Hoe wordt er volgens jou in de Kamer omgaan met de feiten die er liggen? Ik hoorde net al iemand, een Kamerlid, reageren. Jij volgt dat natuurlijk ook en je ziet ook hoe zij met die feitelijke informatie. Hoe moet ik dat voor me zien? Hoe gaan zij daarmee om? Ja, wat ik daar vaak zie is dat verschillende politici die lijken toch een beetje te shoppen in de wetenschappelijke kennis om daaruit te pakken wat bij hun van pas komt. Dat is in ieder geval hoe je er volgens mij niet mee om zou moeten gaan. Kijk, idealiter gaan politici ongeacht hun politieke kleur uit van die wetenschappelijke kennis. En dan kun je natuurlijk tot een andere oplossingsstrategie komen, afhankelijk van hoe je daar politiek ideologisch in staat. Maar wat je nu dus vaak ziet, is dat er juist
selectief gewinkeld wordt in de wetenschappelijke informatie, of dat zelfs wetenschappelijke informatie wordt gebagatelliseerd of zelfs ontkend, puur en alleen omdat de voorgestelde oplossingsrichtingen hun niet uitkomen. Ja, dat vind ik als wetenschapper toch wel een minder goede manier van doen. Laat ik zo zeggen, dan kom er dan duidelijk vooruit waar je politiek staat, maar laat wel die wetenschappelijke kennis in zijn waarde, zou ik dan zeggen. Ja. Mark, vind jij dat er te weinig steun is? Voor die verandering die jij wilt, onder andere in het curriculum, of te weinig steun is geweest, hoe moet ik dat zien? Ik ben heel erg geschrokken van de discussie over rond curriculum.nu. Ja. Omdat ik eigenlijk zie gebeuren wat Bart ook zegt. Het gaat niet om het onderwijs. In de politiek zijn een heleboel partijen die eigenlijk gewoon hun eigen standpunt en hun eigen... Het onderwijs wordt op dit moment politiek gemanipuleerd. Het feit dat klimaat geen serieus onderwerp is in het curriculum, en dat circulaire economie geen serieus onderwerp is in het curriculum, betekent dat er politiek niet geluisterd wordt naar de wetenschappelijke feiten. En over de onderwijsvernieuwing, de werkdruk is hoog. Maar bijvoorbeeld de vakbonden, die eerste wat die gaan doen is onderstrepen van die werkdruk van docenten is te hoog. Ja, die werkdruk is hoog, maar dat heeft ook te maken met het feit dat het onderwijs niet relevant is. Als jij elke dag staat les te geven aan leerlingen en die leerlingen met een curriculum dat dateert van 2007, dan die kinderen haken af. Ja, natuurlijk is het dan zwaar om les te geven. Ik denk echt dat we op een andere manier naar dat onderwijs moeten gaan kijken. En dat we ruimte moeten krijgen om de vernieuwing die de docenten ook in willen zetten, ja, om die ook echt in te zetten. Ja. Ja. Als we kijken naar iemand die ervaring heeft met het inzetten van onderwijs, dan hebben we iemand in de Zoom, Henk Tamelijk. Oud-schoolleider, voorzitter van de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs. Vooral om docenten te ondersteunen bij verduurzaming van lesinhoud. Mark had net ook al even over het curriculum.nu. En ik vroeg hem net ook al, is het misschien te laat geweest, te laat op gang gekomen? Je bent oud schoolleider. Waarom is het zo langzaam gegaan? Waarom gaat het zo moeilijk in het onderwijs? Ja, goedenavond. Het is zelfs een hele inspirerende avond. En het staat een beetje haaks op wat we in de praktijk op dit moment meemaken. Ik denk dat er best veel aandacht is, zeker onder scholieren. En ook een groep docenten, zeg maar de early adapters voor actuele onderwerpen. Pieter hield een prachtig pleidooi voor om het onderwijs actueler te maken. Maar op een of andere manier lukt het blijkbaar niet om schoolleiders en docenten zover te krijgen dat we die actualiteit in het curriculum krijgen. We moeten het niet overdrijven. Er zijn natuurlijk best veel docenten die dat doen. Ik denk aan docenten aardrijkskunde die veel aandacht besteden, ook in de schoolonderzoeken, examens bij bijvoorbeeld onderwerpen klimaat. Ik denk dat ook bij in de Bertenhoek best wel veel gebeurt, maar het gebeurt niet systematisch. We leren leerlingen op dit moment niet antwoorden te geven op de vragen die zij zelf stellen. Het is een geweldige potentie. Ze zijn met tienduizenden, honderdduizenden, de hele wereld vragen ze aandacht voor hele wezenlijke vragen. Van mag ik nog wel reizen? Mag ik nog wel vlees eten? Dat zijn hele wezenlijke vragen. En eigenlijk is de vraag nog belangrijker dan het antwoord. En het is zo jammer dat de onderwijsinstituten misschien één keer in de 15 jaar een ander schoolboek nemen. Eén keer in de 20 jaar een ander onderwijsprogramma. Ik dacht deze week aan professor Heertje, is net overleden. Ik behoor tot de generatie van de jaren 60, 70. Ik heb inderdaad ook economie gehad, maar niet van Heertje. Maar het is toch merkwaardig dat op dit moment nog steeds het overgrote deel van de docenten de lessen van meneer Heertje geeft. Terwijl er een duidelijke behoefte, schreeuwende behoefte is aan circulaire economie. Laat leerlingen en laat docenten daarin, zeg maar, ons meer informeren van wat zijn de mogelijkheden om bijvoorbeeld iets anders over KLM te denken dan we hebben gedaan. Iets anders over banken te denken. Iets anders over hoe we consumeren. En misschien iets minder, iets meer consumeren. Nou, dat soort vraagstukken, daar zitten jongeren mee, daar zitten docenten mee. En we hebben de faciliteit in het onderwijs. Elke school heeft het geld. En op een of andere manier lukt het ons niet om tijd vrij te maken. Het is al vaak genoemd door Mark en ook door Wieneke. Zeg maar, de werkdruk is natuurlijk hoog. Maar we moeten nu toch eens een keer prioriteiten gaan stellen. Jongeren vragen erom, deze samenleving vraagt erom. Er zijn zulke dringende vragen, zeker na corona. Hoe moet het nu verder? Ik heb het echt een antwoord niet. Maar ik zou graag docenten willen faciliteren en schoolleiders om
op een nieuwe manier, misschien wel ook op deze manier zoals we nu vanavond doen, hoeven niet allemaal fysiek de hei op, om inderdaad heel compact, zeg maar, actueel materiaal, wetenschappelijk verantwoord, mensen zoals Bart die daar les in kunnen geven, mensen zoals Wieneke die dat in de praktijk kunnen toepassen, en laat de Pieter Lossies van deze tijd voortdurend tegen die docenten zeggen, mag het ook een beetje actueler. Dan gaan we iets bereiken. Dankjewel Henk. Jij was zelf oud-schoolleider. Nou, we hebben hier menig discussies gehad over schoolleiders en de invloed die ze hebben. Wat voor rol is voor hen weggelegd? Want nu is het bij mij zo van, ja, ik moet natuurlijk bepaalde rendement halen. Iets staat bovenaan bij mij. En dit onderwerp, als het daarmee zou aankomen, zou dat misschien op een plan komen? Zo van, daar moet ik nog toestemming voor geven. Eerst moet dit. Welke rol voor het management zie je? Nou, docenten zeggen heel vaak, er komt altijd bij beide, er gaat niks af. Schoolleiders zouden heel serieus met elkaar kunnen afspreken wat er af kan. Er zijn denk ik een heleboel dingen die we in het onderwijs doen die niet verplicht zijn. Die scholen zichzelf opleggen. Ga nou eens kritisch kijken wat er af kan. Anders komt er niets terecht van deze actualiseringen van onderwijsprogramma's waar leerlingen om vragen. Dus eerste plaats, kijken wat er af kan. Tweede plaats, echt tijd vrijmaken. Er staat in de CAO al sinds jaar en dag op onder andere instigatie van de vakbond AOB dat we er tijd voor hebben en SLOP geeft er ook geld voor. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb toch schoolleider ook niet altijd benut, maar we moeten als schoolleiders gewoon die gelden die er zijn per docent benutten. En docenten mogen daar ook, zeg maar, echt om vragen. Tijd vrijmaken, geld vrijmaken. Het geld is er, de tijd is echt. Maar het is wel een kwestie nu in deze, vind ik toch, crisistijd, keuzes maken. En die zou je schoolleider moeten doen, samen met zijn docent en met de leerlingen in de MR. En ik denk dat een heleboel ouders ook denken, hoe kan het dat mijn kind nog steeds op dezelfde manier les krijgt als ik zelf ook heb gehad? Dit heb ik zo vaak gehoord in de wandelgangen van ouders bij ouders spreekuren. Maar het is toch een godsbe dat nog steeds gebeurt. Nou, dat is aan schoolleiders, dat is aan een VO-raad, dat is aan docenten. En gelukkig aan kritische mensen zoals Van Tietjes voor Climate, om daar proberen beweging in te krijgen. Het kan echt. Alleen moeten nu andere keuzes gemaakt. Ik vind het een hele spannende tijd. Nou, iedereen heeft denk ik die vraag, wat gaan we anders doen? Ja. Henk, zou je nog kort kunnen aangeven vanwege de tijd wat je via de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs aan ondersteuning kan bieden voor docenten die nu meekijken, bijvoorbeeld zeggen van oké, wil je mee aan de slag? We willen graag kennis bieden die actueel is, die klopt, die wetenschappelijk verantwoord is. Maar we willen ook vaardigheden aanbieden. Dat docenten in bestaan zijn, zeg maar, om die actuele vraagstukken, wetenschappelijk manier, maar op een juiste manier met leerlingen in gesprek te komen. Die gespreksvoering is zo belangrijk. Niet bijvoorbeeld het, niet politiek, maar echt oprecht geïnteresseerd. En daar kunnen we docenten, zoals zeg maar, qua inhoud, maar ook qua didactiek, kunnen we denken met een groep wetenschappers en inspirerende sprekers, daar kunnen we mee helpen. Dankjewel, Henk. Mark, ja. Jij zit heel veel te knikken natuurlijk als je deze mensen aan het woord hoort. Want jij werkt zelf ook in de school. Herken je datgene wat Henk nu schrijft? Ja, dat herken ik absoluut. En ik, het leuke van, kijk, ik zie een heleboel bevlogen docenten rondom mij, weet je. Ik heb een superleuke kunstsectie die maatschappelijke thema's integreren. Ik heb een beta-sectie die via een technasium ook partijen van buitenschool probeert erbij te betrekken. Bij mij op school is er een hele leuke Engelse sectie die al het lesmateriaal zelf ontwikkelt. En die echt gaan kijken van, hey, maar kan ik in de onderwerpen, als we een essay gaan schrijven, kan ik daar dan niet een maatschappelijk onderwerp invoegen? En die, ja, die maken combi's als, wat heeft kolonisatie, India, Engeland, wat heeft dat te maken met ontbossing? We betrekken dan een film als Avatar erbij. Er zijn zoveel docenten die individueel of op in groepjes bezig zijn. En ik denk dat het bij teachers zien we dat ook binnenkomen. En dat is heel super inspirerend. En ik denk dat we dat veel meer landelijk kunnen gaan benutten. En wat Henk doet is echt heel, heel erg fijn. Want wat hij eigenlijk doet is wetenschappers, filosofen en docenten bij elkaar brengen. En de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs gaat ook nog een stapje verder, omdat ze ook het gesprek met leerlingen willen openen, om te kijken van waar ligt de behoefte bij leerlingen. Dus wij werken als teachers ook wel, proberen we ook samen wat projecten op te zetten. Omdat docenten die behoefte hebben. En er gebeurt echt een heleboel goed. Op een heleboel scholen gebeurt er echt een heleboel goed. En wat wij als teachers proberen is eigenlijk
om het bij elkaar te brengen en om elkaar te inspireren. Om te luisteren naar mensen als Pieter Lossie. Om mensen als Bart Verheggen erbij te halen. Van Bart, maar welke kennis moeten wij dan hebben? He, want het heeft geen zin om allemaal zelf het wiel uit te vinden. En de Nederlandse Academie voor Duurzaam Onderwijs, die geeft heel gericht training op dat gebied. Ja. Dus, juist voor draagvlak, structuur en dan om te kijken of de impact inderdaad groot kan worden. Ja, en ook bijvoorbeeld grote scholierenbewegingen als Fridays for Future, Youth for Climate, die met z'n allen opkomen voor het klimaat, om die ook echt te betrekken bij de toekomst van het onderwijs. Geef ze stem. Amen. Ja, ik heb van Martijn een vraag aan Bart. Bart, zou je kort en bondig de volgende vraag kunnen beantwoorden? Welke rol kunnen wetenschappers spelen bij het aanreiken van relevante kennis met betrekking tot klimaatcrisis? Heb jij ideeën hoe wetenschappers en de docenten hierbij samen zouden kunnen werken? Aha, ja, dat is een lastige vraag. Kijk, ik heb ervoor gekozen, zo'n 12 jaar geleden ben ik begonnen met een blog schrijven, een website zelf. Ja, dat vond ik leuk, dat vind ik leuk. Dat is al een manier. Ik denk dat het voor wetenschappers in het algemeen wel belangrijk is om je ook in het publieke debat te begeven. Niet alleen op klimaatgebied, ook op met de huidige coronacrisis. Een heleboel wetenschappelijke kennis is heel relevant maatschappelijk. En dan denk ik van ja, roer je dan ook als wetenschapper in dat maatschappelijke debat. Wees daar niet al te bang voor. Ik denk dat het heel belangrijk is dat er meer communicatie is tussen wetenschappers en docenten. Hoe dat precies te doen, weet ik eerlijk gezegd ook niet. Maar ik denk wel dat dat heel belangrijk is. Dus daarom ben ik ook blij met de oproep, zoals Henk Tameling dat ook deed en zo. Dat zijn wel de belangrijkste dingen die zo in me opkomen eigenlijk. Okay. Ik moet gezien de tijd, ga ik even afronden als eerste met de mensen in de Zoom. Bart Verheggen, jij was laatst aan woord. Jouw boek ligt hier ook. Wat zou iedereen moeten weten over de klimaatverandering? Dat ligt nu in de winkel. Zeker een tip voor alle docenten, ouders, iedereen die de jeugd de tools wil meegeven die jij net schetste. Dus dankjewel in ieder geval voor jouw bijdrage vandaag. Pieter Lossie, binnenkort scheidend voorzitter. Van Lax. Ik hoor dat jij verder gaat met je studie. Politicologie volgens mij. Ja, nou en of, in Amsterdam. Oké. Okay. Jij ook bedankt. En bedankt voor je bijdrage. Heel veel succes met je studie. Dank je wel. Wieneke Maris. Jij natuurlijk bedankt. Heel veel succes met lesgeven nu nog. En ook datgene wat je natuurlijk nu al implementeert in je les. Daar was heel veel lof voor net van Mark. Dus ook heel veel succes daarmee. En als laatst hadden we ook Henk Tamelink in de Zoom. Henk, heel veel succes ook met jouw academie. En mocht je nog heel veel docenten inspireren met jullie workshops. Dus bedankt voor je bijdrage. Dan gaan we terug naar Mark. Want Mark is er ook nog. Ja. Ja. Mark, ik zie dat jij iets hebt meegenomen. Ja, ik heb absoluut. Want we krijgen nog wel eens de vraag van, hey, is de klimaatbeweging divers genoeg? Gelukkig zijn er een heleboel, je ziet op de foto een heleboel vrouwen, meisjes die meedoen. We hebben alle leeftijden. Het wordt wel eens te blank gevonden. Okay. In het Westen is het helaas zo dat je activistisch bent als je voor de natuur opkomt. In een heleboel andere godsdiensten, onder andere de islam, is dat niet. Ramadan laat opnieuw weer zien. Zoek de natuur op. Dat we, als je iets krijgt van de natuur, sta er even bij stil of het wel zelf vanzelfsprekend is. Zeker. En geef ook wat terug. Ik ga jou wat teruggeven. Oké. Okay. Wil ook jou uitnodigen om lid te worden van Teachers for Climate. Oké. Okay. De diversiteit in het te versterken. Nou, ik kom niet alleen voor de diversiteit. Ik kom ook omdat ik geïnspireerd ben door jou en alle vier de gasten in de Zoom. Dus hartstikke bedankt. Top. Ik zal deze met trots dragen. Top. We hebben ook nog een nummer. Ja, we hebben een prachtig nummer. Ja, dat gaan we even laten horen. We zullen hem wel even aankondigen. Ja, is goed. Ja, want het is een nummer. Volgens mij kunnen we eerst even de volgende week doen. Ja. En dan daarna. Oh, we doen eerst een clip voor volgende week. Ja. Ja. We hebben volgende week bijzondere gasten. En het zijn twee millennials van VPRO. En ik ga niet te veel spoilen, we hebben daarvoor een filmpje. Kijk even wie we volgende week als gast hebben. It's hard to explain.
Yes, en dan geef ik Mark het laatste woord om het af te sluiten. We eindigen af met, met een nummer gemaakt door studenten van de Herman Brood Academie. Die maken op dit moment popnummers bij alle Sustainable Development Goals. En hier is Marise. Oceanen minder blauw en koraal verliezen kleur. Ijskampen verdwijnen, de vissen worden ziek. En de oorzaak, dat zijn wij, maar dat willen we niet zien. Waar zijn we bang voor? Bang om de diepte in te gaan. Om jezelf tegen te komen, op zoek naar al je dromen. Laat je maar zien, om samen te kunnen. Zijn.